Hoi, ik ben Gunther en in deze video ga ik een vlechtbroodje maken met kleurtjes. Oké, dan gaan we beginnen met het activeren van het gist. Ik gebruik, voor dit recept gebruik ik verse gist. Het precieze recept staat in de beschrijving. Ik heb hier 25 gram verse gist. En die verkruimel ik in lauwwarm water. Van mijn afgewogen suiker neem ik een klein beetje. En dat roer ik goed door. Totdat het gist is opgelost. Oké, en van mijn bloem 2-3 schepjes. Oké, is goed doorgeroerd. En dit laten we activeren. Ongeveer 10 minuutjes. Oké, intussen tijd gaan we het tarwebloem zeven. Er kunnen stukjes in zitten. En hierdoor wordt je brood straks ook luchtiger. Heb ik hier mijn suiker, die gaat erbij, en het zout gaat erbij, en deze droge ingrediënten, die mixen we gewoon een beetje door. Oké, en nu is het wachten totdat mijn gist geactiveerd is. Oké, we zijn 10 minuten verder, eens even kijken hoe mooie schuimlaag ik heb gekregen. Heb ik hier één heel ei en een eigeel. Oké. En dit laten wij doorkneden door mijn grote vriend, de keukenmachine. Oké, een beetje doorgemengd en heb ik hier nog ongezouten boter. Die heb ik al een tijdje buiten de koelkast op kamertemperatuur. En dit laten wij door de machine een goede 10 minuten goed doorkneden. Oké, ik heb mijn machine 10 minuten laten kneden. Hij is goed doorgekneed. Je ziet dat hij mooi loslaat van de kom. Dit deeg weeg ik en dat deel ik in 3 gelijke stukken. Oké, 3 gelijke stukken. Deze, die laten we zo. Keukendoekje. En die andere 2, die gaan we inkleuren. Nou, ik woon in Hongarije en de vlag van Hongarije is rood, wit, groen. Dus ik heb een rode en een groene. Maar in Nederland kun je gewoon rood, wit, blauw of welke kleur je maar wilt. Oké, deze gaat terug. En ik heb hier een groene kleurstof. Even kijken hoeveel we nodig hebben. Mooie groene kleur gekregen. De volgende. En heb ik hier een rode kleurstof.
en deze is mooi rood geworden. Yes, keukendoekje. En dit laten wij ongeveer 40-45 minuutjes met rust. Oké, we zijn 40 minuutjes verder. Deeg is mooi luchtig geworden. En ik ga twee broodjes maken, dus ik ga deeg wegen. Dit deel ik nogmaals in twee gelijke stukken. Deze bol ik op. Yes, en precies hetzelfde doe ik met de rode en de groene ook. Oké, ik heb ze alle zes opgebold. Keukendoekje erover. Ik laat ze een goede 5 minuten met rust, zodat die wat soepeler wordt. Dat die straks beter is uit te rollen. Oké, we zijn 5 minuten verder. Nou, veel is er nog niet gebeurd. We hebben het alleen even laten relaxen. Wat ik nu doe, ik rol hem uit een mooie sliert. Ik leg de kleur op de goede volgorde. Ik knijp hem aan en we gaan vlechten. En dit knijpen we ook dicht. En met een mooi ingekleurd vlechtbroodje. Op een bakplaat, op een bakpapiertje. En ik ga die andere ook vlechten. Oké, ze zijn allebei in elkaar gevlochten. Keukendoek er weer op. Nu laten we hem helemaal uitrijzen. Ongeveer 30-35 minuutjes licht aan je temperatuur in huis, maar ik denk met 30 minuutjes. Oké, we zijn 20 minuutjes verder en ik ga hem nu voor de eerste keer insmeren met een geklutst eitje. Voorzichtig drukken, anders heb je kans dat hij weer in elkaar zakt. Dat willen we niet hebben. Oké, mooi ingesmeerd. En ik laat dit nogmaals 10 minuten met rust. Dan smeer ik hem nog een keer in. En daarna gaat hij in een volverwarmde oven, 180 graden onder bovenverwarming. Oké, we zijn weer 10 minuutjes verder. En ik smeer hem nog een keer in met ei. Oké, en dan gaat hij nu de oven in. ...180 graden boven onderverwarming. Maximaal 25 minuutjes. Oké, de broodjes zitten er 25 minuten in. Gaan we ze eruit halen. Kijk eens, mooi goudbruin aan de buitenkant. Nou, ik laat ze afkoelen en dan snij ik er eentje aan. Gaan we even kijken hoe die er aan de binnenkant uitziet. Oké, ik heb mijn broodjes af laten koelen. We gaan even kijken hoe die er aan de binnenkant uitziet. Oh yeah! Super zacht. Oh, lekker man.
Nou, probeer dit thuis zelf ook een keer. Vond je dit een leuke video? Duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en tot de volgende keer. Doei doei!